Hey Daan! In de laatste klas werd hij als enige niet uitgenodigd. Ik heb zelf nooit gesnapt waarom Daan niet in de groep lag. Ik denk dat de cultuur van pesten in onze klas zo prominent aanwezig was, dat veel pesterijen gewoon werden gezien als een plagerijtje. Lieve Daan, je hebt nu al zoveel gemist. Mijn eindmusical, mijn eerste vriendje. Ik wil nog zoveel van je leren en dat kan nu niet meer. Stream Eindeloos Gepest, het verhaal van Daan op NPO Start.